Mijn betoog in de Rijksmeesterraad die had een andere strekking. Gezien het feit dat beide minister Plasterk, maar met name de voorzitter van de Rijksmeesterraad, er niet over wilde praten. Hij zei hij is zat van het gezeur van Sint Maarten. Die integriteitskamer die komt. De aanwijzing die komt. Dus hij weet meer dan. Meer weten wat dat eigenlijk inhoudt is. We trekken ons niks aan over het advies van de Raad van State. Want wij hebben besloten, het komt. En als Sint Maarten dat daar, zich daar niet bij wil houden, dan moet je maar uit de Koninkrijk stappen. Dus nou, ik ga dan niet wederom bekvechten in zo'n Rijksministerraad. Want het besluit is al genomen door de Nederlandse regering.